Ja. Ik heb 3 opdrachtjes, maar ze kunnen best wel ingrijpend zijn. Ze zien er meestal heel poezelig uit, maar als je ermee bezig bent, dan heeft het wel lekker veel impact. Dat is het meer. Oké. Noem maar een kleur. Bruin. Bruin? Is dat je lievelingskleur? Nee, zwart. Ja, ik zie het. En die zit er niet bij. Kun je hem openmaken en even voorlezen? Ja. Geef je wens om het anders te doen kleur. Maak samen met een expert een moodboard van de oude en de nieuwe Anouk. Wat ik me dan voorstel is echt wel dat je echt even heel heftig te werk gaat. Dus niet even met een plakplaatje van dingen, maar dat je echt een soort, wat reclame mensen wel doen, hè, dat je een soort sfeer impressie neerzet met verf en papier en papier-mâché, dat lijkt me ook leuk. En dat je op die manier ja, toch ook de nieuwe Anouk vormgeeft, een soort ideaalbeeld. We beginnen met degene waarin je kijkt hoe je normaal een beetje kijkt en voelt. Dus een beetje naar het verleden toe, hoe je tot nu toe de neiging had om naar jezelf te kijken. En dan de tweede zal zijn hoe je eigenlijk wil zijn. Het valt op, je hebt alles geknipt, hè? En je hebt niet gescheurd. En waarom doe je dat? Je ja, maar ik heb voor mijn doel niet netjes geknipt. Nee, dat is waar. Dan heb je... Want normaal okay. Zou ik hem echt nu nog corrigeren. Ja? Dit is boosheid, geslotenheid en een stuk frustratie. Eeuwig gevecht tegen gewicht. Zo voel ik me echt de laatste jaren. Ik moet voor alles zeggen, kom op Noek. En dan mezelf daartoe dwingen. Dit voelt de laatste jaren echt als de last op mijn schouders. En het verantwoordelijk voelen voor alles en iedereen. Ik denk dat het nu goed is. Je hebt het helemaal verwoord. En je hebt de positieve elementen genoemd om over te stappen naar je volgende moodboard. Waarin je dus dat gaat neerzetten zoals je heel graag zou willen zijn. Jij bent ook zo. Heel expressief, heel levendig, heel kleurrijk. Op een gegeven moment ging ik wel klorens op doek gooien. Daar word je blij van. Het is gewoon net of je weer kind bent. Je hebt die gemaakt en nu hoort het die. Dit ben jij ook, hè? Maakt me blij. Ik ben ook wel trots op mezelf, op de resultaten.